Oh, Charlotte Velma. Dat gewoon niet Velma. Dat is gewoon niet eerlijk. Maar echt. Dit is voor ons huiswerk. Ik doe gewoon een t-shirt uit, hè? Ik doe het gewoon aan. Met een mooie tas. Ben jij van de vrije? Waarom film je mij de hele tijd? Dat weet ik niet. Hey, vraag lekker naar Postman Sima. Postman Sima! Sima! Hey, daar is Postman Sima! Postman Sima! Hallo, hallo! Mottetje! Dit is het programma van Irma en Ingrid. Daar. Ik weet niet of u dat kunt zien, maar we zijn op zoek naar postbode Sima. Postbode Sima moet sowieso ergens lopen, weet je wel. Zullen we hem zoeken? Even? We gaan hem even zoeken. Oké. Postbode Sima. Hallo. Mevrouw. Hoe heet u? Mevrouw, kunt u ons misschien helpen? Daar! En volgens mij is postbode Sima een onzijdige verdachte. Wat is hier, Bert? Maar, dit is Jannik nog niet. Dat moet postbode Sima zijn benen zijn, die zo lichamen. Postbode Sima. Wat voor dan? Hebt u ook nog wat nieuws voor ons? Daar! Postbode Sima heeft 2 titels gekregen. Dit is helemaal niet de man. Kijk, daar helemaal gaat ze gebruiken en trappen stieten zo. Dit is de postbode Sima helemaal. Dit is niet de man. Onzijde verdachte. Nou, ik vind dat we het even uit moeten zetten. Ik ga ook even een commercial halen. Oké. Classic. Is helemaal goed. Wat ontbreekt in dit gezellige, romantische etentje? Een fles kanij. Ontbijt, diner en middageten. Heerlijk voor de romantische avonden. Nu ook, Remia, tomatenketchup. Ook lekker voor bij de... Hotdog. Of... Hallo. Ik ben Prins Bauer. Mensen postbode Sima op bezoek, die in een travestiet is veranderd. Dan moet u hem nu eens zien. Hij heeft gewoon titel gekregen. Meneer Sima, ja? Kunt u wat meer in het licht gaan staan? Dank u. Wauw. Jeetje. Ik weet wel dat het echt afmaakt. U lijkt een beetje op mijn moeder. Daar, jouw moeder heeft ook van die mooie sokken. En van die hele grote wenkbrauwen. Dus, wat moeten we hiermee doen? Met postbode Sima? Wat mag ik u wat vragen? Ik kan toch een strippen zijn trouwens? Nee, postbode Sima? Absoluut niet. Hé, je wordt gewoon genegeerd thuis. Wat is het? Ik dacht dat... Wat is er allemaal aan de hand? Waar is postbode Sima? Postbode Sima is zichzelf uit aan het opmaken. Waarom doet hij dit? Ik heb geen idee. Postbode Sima is geloof ik dus kwijt. Ja, dat toch. Je had hem even iemand anders gaan afspraken. Ja, het is niet meer leuk. Nee, praat even niet terug. Ik zit vast in de vloer. Oké. Waar is de vloer? Het is een beetje vast. Ja, een beetje nadelijke poortje. Ik ben een beetje ingezoomd. Laten we doorgaan, Oma. Ik zie niks. Ik kijk door. Oh, hier. Ik ben bij de rotzooi. Erma!
Pas we zien waar u staat in de weg. Graag! Ik ga weg! Dag! 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 Ik moet ook weg. Ja, ik moet ook weg. Oh, moet ik ook weg? Dit is wel mooi. Dag! Doei! We zijn hier aangekomen bij de Highland Games. Sterkste man, Highland Games. Ja, het is een beetje rustig hier, dus vandaar dat ik het verkeerd uitsprak. Hier ziet u onze eerste kandidaat, is meneer met de hamer. Het lijkt alsof hij bij Aquarius werkt, maar toch is het gewoon onze Giemel. Die daar eventjes al die haringen de grond in jast. Ik moet even nadenken, waarom heb ik de Aquarius, maar het is onderdaan. Wouter krijgt een helder momentje, jongens. Ja, ineens een dingetje van de. Maar Wout, ik vind het wel goed dat jij vloeibaar Frans praat. Dat is echt wel vloeibaar ruim. Het is hier, kijk eens hoor eens. En we de tegenstander van meneer Giemel. Gaat toch ietsjes soepeler al, zeg ik zelf. Komt misschien omdat hij een rood t-shirt aan heeft. Ik moet even inkomen. Ah, hij moet even, sorry. Michiel zegt even tegen de kijkers thuis. Gaan we om de beurt. Om de beurt? Oh. Ja, wacht even. Ik moet eerst even deze... Hallo, begin eens. Ik ben aan het filmen. Hartstikke idee. 2, 3 en 4. Wereldrecord, jongens. Wereldrecord bij de Highland Games. Hij jas hem erin. En 3 keer heb ik hem gedaan. Daar onze... mijn andere camera vriend. Coach, mental coach, dat kan niet heel goed. We hebben hier Tim. Tim die doet dit heel lang al, die kan het heel goed. Mentaal is hij aan het voorbereiden. Ik denk dat hij hem er in 2 keer in jas. Visualiseert iemand die een jaar ging. Ja. Heb ik hem wel gezegd, coach? Gezegd? Ja, dat werkt altijd, hè? Hier, kijk eens. Hij gaat vlak voor die 3. Oh, 3! Nieuw wereldrecord, Tim. Schouderkloppie. Ja, Michel, nou even doorwerken, want dit schiet natuurlijk niet op zo, hè? Ik was twee. Ik was er niet. Ik denk mensen thuis dat het tijd wordt om te stoppen. Nou.